welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier onderaan op mijn channel. En we gaan vandaag naar de Rommelmarkt toe. Ik ga sein geven. Ik ga mijn... Ja, dit gaat er nu vanaf. Daarom dat ik ook nu naar de badkamer aan het gaan. Ik ben de vlogs al aan het renderen. Ik ben een paar vlogs al ook online aan het gooien. Toppie allemaal. Dus het komt allemaal wel in orde. Maar nu ga ik weer al de toven truc doen. Dus mijn broek optrekken. Ik ga ook mijn broekstriem nemen. Voilà, mijn broekstriem. Ik had daar ook nog ergens eentje liggen, denk ik. Dacht ik. Nee, toch niet. Dan gaan we eerst de broekstriem er rond doen. Opzet 3. Mijn broekstriem zit er eindelijk rond. Dan nog toe doen. Voilà. C'est ça. Opzet 3. Zou ze ook een dikke blouse meenemen? Alhoewel, van misschien kan het nog wel goed afkoelen nu deze avond. Dat weet ik niet, want ik ben ook nog zelfs seingever. Yeah! En nu gaan we de geweldige truc doen. We gaan even wel dit doen. Ja, dat is beter belichting. Dus we gaan dan dit doen. 3, 2. Ah ja, met de klap is dit hier allemaal weg, hè? Dus dat weet je dan. 3, 2, 1. Lek! Come on! Mijn dodentruc werkt niet te goed. Mijn dodentruc heeft dat gedaan nu. Huh? Allee, dan moeten we nog een keer eens klappen, hè. 3, 2, 1. Allee, nu is maar aan de ene kant geschoren. Allee, allee, allee. Mijn dodentruc werkt maar half. Ik maar half. Dus we moeten dat een paar keren doen, hè. Nu de volgende keer is het volledig eraf. 3, 2, 1. Oh, dat ziet er al veel beter uit, hè. Geen snorren meer, geen baarden meer. Echt perfect. Nu op. Wow. Op naar mijn wagen toe. Even hier nog eens nemen. Dit gaat mee. Mijn powerbanks. Die liggen misschien al in de wagen. Ik weet het niet. Ik weet nog niet eens of ik die heb opgeladen. Holy shit. Nog zoiets. Heb ik mijn powerbanks opgeluid. Maar ondertussen tijd ben ik terug naar mijn computer aan het gaan. Voilà, zit. Is de filmpjes al aan het renderen. Alleen dan moet nog 2 uur renderen. Brrr. Daarom doe ik dat ook altijd voordat ik ga werken. Nee, de dag ervoor zet ik dat in elkaar. En dan laat ik dat ook s'nachts renderen. En dan is morgens vroeg, als ik eigenlijk opzet, zo moet dat eigenlijk. Ik ga even mijn rode schoentjes halen. Zo moet dat eigenlijk dan de vlog eigenlijk online zetten en plannen. Voilà. Voilà. Dan ga ik ook nog een dikke trui meenemen. Voilà. En dan kan ik eindelijk vertrekken. Ja, ja. Hupsatree. Een dikke trui mee. Hupsatree. Plus is wel nat. Maar ja, maakt niet uit. Dat kan de pret niet bederven. Dit gaat mee. Dit gaat ook sowieso mee. Dat is extra geheugen. Dus dan heb ik alles, hè. Voilà, tot zelfs. Voilà. Gordel om, vertrekken. Handrem af, natuurlijk, Dimitri. En dan op naar de bank. En dan zo een bestelling even gaan afhalen. Dat ik ook nog wat kan eten, subiet. En dan nog een goede dagje zeggen tegen mijn onderburen. Jawel. César. Oh. Weer goed geschoren, hè. Ik voel het gewoon. Ik ben geschoren. Ik ga nu ook nog, speel nog wat naar muziek luisteren. Dus dan weten jullie dat.
Eens kijken. Die kant is goed, die kant is goed. Oh, dan gaan we. Ik heb mijn lichtje juist uitgezet met het draaien. Moet niet, hè. Allee, tot ziens. Zo. Even een tussenstop gemaakt bij de OK. Dus we gaan daar twee worstenbroodjes uithalen. Ik ga dat wel op een kartonnetje doen. Dan kan ik dat daar perfect meenemen. Dat zou groot zijn. Voilà, dat is groot genoeg. Dat doen we perfect in een karretje. Voilà, voor de chocomelkjes. De worstbroodjes, die kunnen daar gewoon bovenop. En dan gaan we maar naar binnen. Hè. Naar de chocomelk. Dan gaan we de goedkoopste nemen. Die van 99 cent. Daar moest ik. Dat moet ik heb ik al. Voilà. En dan heb ik voor mij een lekkere aardbeien. Strawberry drank. En nu op naar. Niet de choco. Naar de worstenbroodjes. Dat moet hier ook ergens zijn. Normaal gezien bij de bakkerafdeling. Maar ik ga nog even in de koelafdeling voor lekkere eclairs. Als dat er nog zijn. Ik hoop van wel. Voilà. Oh, dat eet ik ook eens graag. Ja, dat gaan we eens meenemen. Voilà. En nu nog worstenbroodjes zoeken. Joepie! Zoek toch nog worstenbroodjes. Zie ik daar liggen. Maar geen worstenbroodjes, jammer. Nee, dan moet ik nog ergens anders gaan stoppen. Voilà. En nu ga ik hier ook mijn extra kaart doen. Tot ziens. Ah, ik ben hier op de rommelmarkt hier in Rungst. Dat is hier wel echt een hele grote rommelmarkt. Ik heb echt moeten zoeken naar Evelien toe, haar stand. Hier redelijk wat veel zijstraatjes. En nu ben ik wat een tempo aan het maken voor terug naar mijn auto te gaan. Voor dan eerst richting Kuringen te gaan. Daar Moekes in de fiets inlaaien. En dan van Kuringen naar, zeg het. Van Kuringen naar Sint-Truiden, daar gaan zijn geven. En ja, ik heb redelijk wat standjes hier. De ene straat naar de andere straat en daar staan allemaal standjes. Eén naar de andere standje. Hier ligt zelfs nog een wiet te koop. Boeken. Rugzakken. Schoenen voor te filmen. Zet hier het Rungst systeemweg? Ja. Oké. En nu zit ik al op de juiste straat al waar mijn auto staat. Maar het is nog een hele stuk wandelen. En dat doen we toch zo graag, hè? Wandelen. Voetbalbloopers, lol, staat dat ook al op DVD. Ah, Paul. Oh.
Dat struikelde ik bijna over een hond. En dan, ja, heb je hier ook nog op deze straat, heb je ook nog friteurs. Hier is een hele sterinstallatie. En ik hoor hier ook music. It's my life, life, it's my life, my life, my life. Man, 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 man. Hier is het echt ontzettend druk, omwille van dat hier redelijk wel veel straten bij elkaar komen. Ik kan ook hier al niet te goed doorwandelen. Hier op deze straat heb je gewoon een en al muziek. Amai, 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 amai. Hier is zelfs ook bestek verkopen ze, lampen verkopen ze, lichtbedden verkopen ze. Dus hier verkopen ze dus echt van alles. En dan om 8 uur heb ik ook gedaan met sein geven in Sint-Truiden. Ik weet niet van hoe ver waar we allemaal staan en al. Ik hoop toch ergens wel bij elkaar. Maar het is wel redelijk leuk vandaag al. Mag niet klagen. Nog altijd de rommelmarkt. Hier zitten Sanchez. Niks dus. Was weer al een opening. Ziet dat dus al mooi allemaal van de rommelmarkt hier in Keuringen. En nu, nu ben ik al bijna bij mijn notto, dat is goed. Dan kan ik ook gaan instappen. Ik heb even bij de stand gestaan. Ik heb twee dingen kunnen verkopen, ben ik wel blij om. En nu op naar Sint-Truiden toe. Op om daar gaan te werken. Maar eerst naar Keuringen om daar nog een fiets in mijn notte te zetten. Dus even kijken als dat toch wel gaat. Ja, mijn koffer is leeg, dus het gaat. Dus even geluk. Tot ziens. Is waar. De bal is waar. De bal is waar. De bal is waar. De bal is waar. Ja, ja, België heeft met 0-4 gewonnen. Ik heb het ook gezegd, België gaat winnen. België is niet meer te kloppen. We hebben onze plaatsenindeling gekregen en nu zijn we onderweg naar onze plaats toe. We hebben ook een hele nummers gekregen waar wij op plaats moeten gaan staan voor deze monumentenrun hier in Sint-Truiden. En dan hebben we ook nog een lekker voedselpakket gekregen. Voor toch op de plaats te kunnen gaan staan. Ik heb ook toestemming gekregen voor te filmen. Dus dat is toppie voor mijn vlog. En ja, nu zijn we gewoon rustig op onze gemak naar de locatie aan het gaan. Ik moet aan een kerk staan blijkbaar. En daar moet ik wel alles in de gaten houden. Want we zijn hier met een hele grote groep met 10 man, 11 man. Pak toch 12. Dus het gaat heel leuk worden. En ik zit hier ook heel dicht bij mijn ex-god. En ze zeggen dat ik hier om 9 uur al in mijn bed moet kruipen. Maar dat is ook niet waar. En nu neem ik jullie even mee naar de straat waar ik 4 jaar heb gezeten op school. 4 jaar. 4 helse jaren. Want dit geeft mij geen goede herinneringen hier in Sint-Truiden.
Zeker hier niet. Want heel van achter in de straat, heel van achter, daar is een school, dat heet Technicum. En daar heb ik echt geen goede jeugdjaren achter de rug. Daar hebben ze mij echt serieus gepest. Ja, dan weten jullie dat ook alweer al. En heel veel politie rijdt hier rond. Ja, ja. Oké dan. Allee, tot service. Zo, ik ben even aan het filmen met mijn gewone camera, want mijn gsm is plat. Dat is waar ik altijd mee filmt. Dus wat moeten ze hier doen? Hier heb je de Minderbroekskerk. En hier moeten ze dus dan binnenlopen. Hup. Pak jullie mee. Dus helemaal rechtdoor. Lopen. Dan hier de trappen op. Hup. Lopen. En dan moeten ze helemaal langs deze stoelen lopen. Allemaal langs lopen. Lopen. Ziet het wel een mooie kerk. Echt heel mooi. Dus lopen. Dan weer allemaal terug. Daar komen ze dus binnen. Dan moeten ze zo lopen. Die stoelen hebben ze hier zo speciaal gezet. Dus lopen. Hier kunnen ze nog even biechten als ze willen. Hier kunnen ze nog even een kaarsje branden. Wel even een fooi dan achterlaten. Natuurlijk. En dan lopen ze hier terug buiten. Dan moet ik die loodsen naar hier toe. En dan helemaal naar Ginder toe. Naar de Belviusbank. En dan zit mijn taak erop. De eerste die gaan allemaal zo lopen. Dat zijn de kids. En dan krijg je de grote renners. Die gaan dan daar binnen lopen. Heel de kijk rond. En dan moet ik ze te goed loodsen. En that's it. Voilà, dat is mijn job. Voor de komende uren. Yeah. Op de grote plein zijn ze snollebolken aan het draaien. Oh yeah. Maar het gras van al is. Het gras van al is. Kijk, ik heb mijn eigen box bij. Ik ga zelfs ook nog mijn eigen muziek draaien. Yeah. Oeh, de wind gaat fel. En daar is de markt. En daar is de ingang. Ja, we gaan ook eens de plein filmen waar alles van start gaat. Ziet dat eens, hier is de plein. En hier lopen al de renners zo naar buiten toe. Of is zelfs de aankomst. Ziet dit er. Echt waar, een heel goed evenement. Ja, ik vind het toch wel goed georganiseerd. Dat wel, voor de renners, voor de monumenten, voor, ja, voor alles. Dus echt heel mooi om te zien en al. Dus je komt ook in een hele mooie kerk binnen en al, dus echt top. Zo, nog heel eventjes en dan begint de loopwedstrijd. Eerst de kinderen en dan de volwassenen. Ik heb ook nog iets heel leuks meegepakt ook van mijn thuis uit. Ja, jullie weten het al eigenlijk. Ik ga het dus ook filmen met mijn GoPro. Jawel. Het gaat een heel mooi filmpje zijn, dus enjoy it! De lopers zijn al voorbij. En nu zobiet gaat de tweede lopers van start. Die moet ik ook weer al leiden. Rechtdoor. Dus. Komt allemaal goed. De eerste loop is heel goed verlopen. En dan zoiets. Je ziet Ginder, die blauwe radar. Die moet ik ook nog steeds gaan verplaatsen. Dat ze de kerk inlopen. Wat ik jullie al wie hier ook is.
Jawel. We zitten in Sint-Truiden, hè. En de Canariepiet van Sint-Truiden is hier ook. Zo'n een high five iets proberen los te krijgen. Ah, zo gaan we proberen. Maar het is een heel leuke organisatie. Hier de volgende run van de kinderen. Voilà, mijn taak zit erop. Nu moet ik deze prangrek gaan verplaatsen en linten gaan ophangen. Iedereen moet ik langs de kerk daar laten passeren. Echt waar. Eén aan de ander blijft komen. Hup, de volgende groep. Hup, weer al leiden. Dag Ender. Voilà. Dat is mijn taak. Allemaal naar de goede kant loodsen. Allemaal de kerk. Zo, ik ga hier ook eens op de glijbaan. Even eens kijken als ik nergens had opgedrukt. En het is een hennige beklimming. En ook een file. En ook een lekker warme klam. Even aanschuiven. En even geduld nog. Even en go! Afvallen. En deze ga je ook zien op Hasselt Kermis. De toboggan.
de tobogan. Hele leuke glijbaan. Zeker doen op hot kermis. Ja, we gaan racen. Goed. Oké. Wel vullen, maar. Ja, ik ben al aan het vullen, maar ja. Oh, veel die beklemming, godverdomme! Haapbeklemmingen. Welk kleur pak je? Ik pak gewoon fucking al blauw. Maakt me niet uit welke kleur. Ik ben toch eerst een onder. Want ik heb dat al vaak gedaan. Ik heb dat dus al vaak gedaan, dus in Plosseland indoor hasselt. Uit allemaal. 3, 2, 1, go! Maar ja, ik blijf gewoon zitten, hè. Wie zit er geen zijn, is dat? Nee, oh, blij dat de werkdag gedaan is. Woehoe!